Maar gewoon, we zoeken je op en zorg niet dat je in Rotterdam komt. Of nee. uh, ja, laat ja, had ik ook shows in Rotterdam. En dan zeiden ze van: ja, we staan daar en daar en daar. Oh, en, uh, echt heel direct naar jou toe. Dus ja, gewoon. Ja. Ja, oh. ja, ja. Maar ja, van allerlei doodsbedreigingen. Uh, uh, Scheldpartijen op mijn huidskleur of op mijn, uh, weet ik wat, wat je kan bedenken. Leuk dat je kijkt of luistert naar de podcastshow Fucked Up Social Life. Mijn naam is Janice Blok en achter de paneeltafel hebben we mijn lieftallige collega Ramon. En we hebben ook een nieuwe stagiair verwelkomd, Michelle, aan tafel. Een nieuwe gast vandaag. Hij is online superactief, comedian, heeft zijn eigen shows eigen kledinglijn. Staat voornamelijk voor Positive Life, Positive Vibe. Ik ga jullie aan hem voorstellen vandaag aan mijn tafel... Gast hebben we het is je budget. Social life, op social life, pak op social life, It up social life. Dit is genus met de social life, kabram. Magic. Lekker Elke keer zet ik hem zo in en ik merk dat je dan echt lekker in de vibe komt. Mm. Heb je dit nu voor het eerst gehoord? Ik heb het voor het eerst gehoord en zet meteen de toon. Ja. Lekker. Ja, ik heb een tijdje ja. gezongen. Echt? Je, ja? Was die uithaal, was jij dat ook? Dit was ik. Dat was jij, maar ook die... Ja. Oh. Hallo zeg. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik heb heel lang professioneel gezongen. Mm. Dat is te horen, ja. ja ik, ik moet dat niet doen. Nee. nee, dat moet ik niet doen. Nee, dat moet nee. je niet willen. Ja, ik nee, vond het nee, nee. echt. Ik heb hem zelf geschreven, ik heb het zelf gemaakt. Ik denk. Ja, lekker. Jij, uh, wat, hoe gaat het met jou? Wat leuk dat je er bent. Welkom bij de fucked Up Social Life. Fucked Up Social Life. Nou, dankjewel. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier mag zijn. En het ja. gaat uh, eigenlijk wel niet. Het gaat niet fucked up. Het gaat lekker. Nee, het gaat ja. bij jou echt lekker. Ja, Superlekker. Ik, ik kan niet om jou heen. dat ja, is moeilijk. Waar ik jou zie, zie het is, je Het is echt. Het houdt niet op. Het schijnt niet uit. Ik ik ken je niet wegklikken. En ik zie je op een ander platform. Maar je doet het wel echt heel leuk. Met mij gaat het ook goed. Ik, ja. Uh, ja. Met mij gaat het ook eigenlijk helemaal niet fucked up. Niet fucked up. We zitten in een verkeerde podcast. Ja, dat klopt niet We helemaal. We moeten, moeten ergens anders heen. Nee, up, ja, ik, uh, ik ik ga goed ook lekker. Ja. Groei. Wel een beetje langzaam moet ik zeggen, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja, busy. Iedereen groeit op zijn eigen tempo, toch? Ja, de ene keer ga je fucking snel. Dan denk je zo: dit is echt de content die ik moet aanhouden. Ja. En dan doe je dat een tijdje en dan ligt het in een keer weer stil. Ja. En dan denk je: Oh, ik doe iets verkeerd en dan moet je weer op zoek gaan. Ja, naar maar iets uiteindelijk, anders. als je gewoon even het hele plaatje bekijkt, als er, als er vooruitgang zit, uh, ja, dan is het er goed, toch? Ja, want waar hou jij je nu voornamelijk mee bezig? Ik voornamelijk. Waar denk je aan als je aan. J denkt. Stel jezelf even voor wie is Tissue Boy J? Wie is Tissue Boy J? Tissue J is een uh, beroepsbabbelaar, een grappenmaker, uh, een content creator, een positieve gast in het theater en uit het theater. Uh, ja, wat, wat, wat doe ik nu op dit moment? Ja, theater doe ik even niet. Ja. Theater is even dicht. Dus ik kan even niet meer optreden. Maar ja, daardoor Ontstaat er heel veel tijd, waardoor ik veel content kan maken. Dus gewoon filmpjes maken. Gewoon om de socials lekker te boosten. En uh, dus dat is wat ik doe. En ik run nog een, uh, een webshop. Dus daar zit ook veel tijd in. Hoodies, t-shirts, geurkalenders, uh, bedenk het allemaal wat. Ja, een beetje van alles. Ja, ik doe, ik doe gewoon veel. Ja. Vooral, allemaal leuke dingetjes doe. Ik. Lekker productief bezig zijn. Ah. Je bent echt een ondernemer. Ja, ben ik ook wel. Ja. Ondernemer en een entertainer. Ja, ja, ik hou er echt van hoe hard je gaat. Ik zie mezelf er wel echt heel erg in. Ik was laatst bij, uh, bij de kapper voor mijn hond. En ja, mijn, mijn hond gaat naar de kapper. Ja. En toen lag daar dus jouw scheurkalender. Oh echt? Weet je nog waar ik uh, een filmpje van had gemaakt? Oh ja, ja, ja. ja Ik zie dat leggen. Ik denk, god, heeft hij nou weer iets toch? nieuws? Hij heeft weer wat. Ja. Hij wel in de camera. blijven. Oh, oh, ja. oh ja, hij oh, ja. gaat oh, ja. Ik weer moet hier, uh, ja. layback. Een beetje ik relaxen het... He, Dat komt door die vijf ja, hier. Ja toch? Ik voel me meteen lekker. Overleunen. Ja, ik blijf gewoon zo. Ja, ja maar klopt. Ik, ik bedenk gewoon elke keer wel weer iets. En uh, ja, nu was het de scheurkalender. Ja, ik ja. zag hem liggen en ik had hem nog niet voorbij zien komen. Volgens mij was het een primeurtje. Ik weet het niet, maar ik zie hem en ik Denk, hebt hij weer wat verzonnen? Hoor. Hij blijft wezen. Ik vind jongen. hem echt super origineel. Hoe ben je? Hoe kom je op? Want het waren er echt honderden. Uh, ik heb echt geen idee. Uh, hoe, hoe ben ik erop gekomen? Hoe kom je op al die quotes? Oh, ja, dat is dit. Dit is, dit is mijn machine. je die allemaal zelf verzonnen? Ja allemaal zelf verzonnen? Ja. Ja, twaarder, het waren dus er 320 of zo. 320 quotes. Uh, elke dag. Nee, niet elke dag eentje. Het weekend is één quote. Dus uh, ja, allemaal quotes. Heb ik zelf verzonnen. Maar ja, ik heb echt. Dit brein blijft doorgaan. Daar komt is... allerlei shit uit. Ja, ik, heb, ik geef je er dadelijk eentje. Ik heb er nog eentje bij. Dat vind ik heel leuk. Ja, krijg je eentje. Ja, want je, ik zag dat je hem opensloeg. En dan, is het dan per dag een per quote? Dag, per dag één quote. En het weekend. Het hele één jaar. Het hele jaar door scherkelender, dus je kan elke dag scheuren, behalve in het weekend moet je één keer scheuren. Hoe de fuck kan je mm -hmm. dat allemaal verzinnen? Ja, joh, daar zit veel in dat Dat is bizar, maar ook heel uitgesproken online. Zo, soms denk ik ja. wel, woe, daar gaat hij hoor. Ik ga ervoor yep. zitten. Ja, yep, daar gaat hij Ik ga weer. even <laughs> leunen. Ja. Kijk wat hij te zeggen heeft. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het negen van tien ook wel met je eens. Oh, ja. Maar ik vind het wel altijd spannend wat je gaat zeggen, want ja. je bent echt. Ook heel brutaal soms. Ja, ik ben gewoon recht door zee. Ik yeah. hou niet van, van uh, doekjes eromheen binden... en weet ik wat allemaal, het politiek correct gedoe. Ik ben daar echt geen nee, fan je van. je gaat daar gas tegen Gewoon in gestrekt polgas. been. Ik hou, ik hou daar niet van. van dat, uh, mag je dit zeggen, dat zeggen? Nee. En vooral, ik ben een comedian. Dus dat hoort ook een ja. beetje bij mijn vak. Ja, maar voor de lekker. tijd van nu... kan je bijna niks meer zeggen je online. Nee. En jij durft dat wel ja. als een van de weinigen... Ja, maar ik strijd daar ook echt voor. Want als we dat nu niet meer gaan doen, dan krijgen we dadelijk echt zo'n generatie die echt alleen maar binnen de lijntjes loopt. En allemaal van die, ja, alles is correct en alles is. Nee, ik hou er niet van. Ik hou van mensen die een beetje uh, het randje opzoeken. Want daar ligt ook heel veel creativiteit en heel veel mooie dingen. Ja. Dus ik, ik dit ook, ja. Fucked up social life. Dus het gaat dan een keer over de niet leuke dingen. Ja. En dat is ook buiten de randjes. Want alles moet perfect en alles moet recht. Dus nee. Ik Ben daar volstander van dat we dat absoluut niet doen, ja? Maar het is er zit wel ook een risico aan verbonden, denk ik. Want als je zodanig een uitgesproken mening hebt, dan is er ook zodanig een, een tegenovergestelde mening ja. en je creëert nog net niet een community, een secte. Ben jij ja online aan het opzetten? <laughs> het is echt ja, gevaarlijk, Ja, klopt wel. Ja, leek eraan wat je, wat je als gevaarlijk bestempelt. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik zie er zijn natuurlijk ook negatieve kansen aan als je je zo uitspreekt, maar er zijn ook positieve kanten aan. En ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ja. Ik denk dat het bij elk aspect wat je benoemt, maakt niet uit wat je doet, er zijn voordelen en er zijn nadelen. En leg ze op een weegschaal. En als het voordeel zwaarder weegt, nou dan doorgaan. En ja. dat is bij mij wel het geval. En ja. online zien we voornamelijk het positieve, in ieder geval vanuit wat jij bent als persoon zijnde. Uh, de onderwerpen die je belicht, die zijn allemaal ook soms negatief, maar die, daar geef je altijd wel weer een positieve twist aan. Zie. Maar wat is de keerzijde daarvan? Wat, uh, want het zijn ook heftige onderwerpen die je ja. bespreekt. Kan je er een paar naar voren schudden? Ja, kijk, nu met dat hele corona gebeuren natuurlijk. Ja, ja kijk, dat, dat is gewoon een hele gevoelige kwestie. Omdat het, het raakt ons allemaal, persoonlijk. Of het nou het virus zelf is of, het, of de maatregelen. Maar iedereen heeft hier een gezamenlijke mening over. Ja. En mensen zijn fel, omdat het een emotionele kwestie is. Dus je krijgt dan uh, voorstanders, maar je krijgt ook tegenstanders. En ja... Wat krijg je? Wat krijg je qua negativiteit? Je krijgt haatcomments, je krijgt bedreigingen, je krijgt liefde. Je krijgt eigenlijk een mengelmoes van de sfeer waar de samenleving in zit. Ja, we zijn emotioneel als, als motherfucker deze dagen. Maar het lijkt ook wel alsof jij alles erover weet. Zit jij heel de dag door alle onderzoeken te doen. En met... Nou ja, ik sta wel op. Uh, in direct contact met het artscollectief. En dat is een collectief uh, aan artsen die, zeg maar, uh, um, niet eens is met het beleid. Ja, en daar heb ik wel wekelijks, dagelijks mee. Dus ik, ik ben wel wel informed. Ik praat niet zomaar gewoon nee, bullshit. Nee, want je komt altijd met keiharde feiten. Ja, ja, dat wel. Dus wat je zegt, in mijn ogen, klopt. Ja, ik heb tot nu toe ook vrij weinig... Uh, tegenspraak gehad. En als het tegenspraak is, dan is het meestal om, niet om de inhoud, maar gewoon omdat ik gek ben en ja. gekke dingetjes doe. Maar niet echt puur om wat ik nou zeg. Nee. Misschien hoe ik het zeg. Want ik doe wel gek, dat weet ik. Maar ja, ja dat is ook mijn vak. Dus daardoor word je misschien wat minder serieus genomen, maar de boodschap is eigenlijk best wel serieus. En uh, ik durf te zeggen dat, ja, ik durf eigenlijk elk debat wel aan te gaan op inhoud. Ja, je hebt gewoon echt overal antwoorden. Op. Let's go, ja. ja. Want je kennis is on top of point. Yep. Gewoon, dus echt, je weet gewoon alles. Ja. Ik weet wel iets, ik weet niet alles, maar ik, ik, ik weet als ik praat... Je komt soms met termen dat ik denk, ja. wat, waar, waar heb je het over? I know. Ik ja. merk van mezelf dat ik me er onbewust, nou of eigenlijk bewust, van distancieer. Ik ja. wil er juist Helemaal niet. Ik, niks van weten, omdat, nee. het, omdat het zo... De is. is en beladen is dat ik denk. Ja. Zie, wat of ik gek, want we zijn allebei hele positieve personen. Mm -hmm. En een beetje comedy, allebei. Een beetje. Pff, zeg nou eigenlijk. Uh, Hallo, dit heel is veel comedy. comedy. Ja? En ik merk dus dat al het negatieve wat er dus nu speelt. Ik wil daar juist niks van weten. Ik denk, rot op. Al het dag. Maar heb dag. je dan niet de, de, de feeling. Want het is er wel. En ik wil het negatieve ook niet negeren. Doe je dan helemaal gewoon zo van. Nou, ik heb gewoon zoiets van, ik kan er niks aan veranderen ik kan er also, zeker, ik kan zelf voor, yeah. mezel, een, voor mezelf een keuze erin maken of ik er aan deelneem of niet mm -hmm. maar ik kan aan de situatie zelf niks doen nee. ga ik dan zodanig veel aandacht besteden aan iets waar, waar ik zelf niks aan, niks niks aan heb ook? ja ja ik snap wat je bedoelt ja I get that maar heb je ook niet zoiets van um, ik wil van het negatieve misschien een positieve draai aan geven niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen die je volgen ja um, maar ja, het is een gevoelig onderwerp misschien. ja ja en ik weet niet uh, Kijk, jij doet, jij doet heel veel verschillende dingen. Bij mij is het voornamelijk veel positiviteit en ook Zie. een beetje beauty en zo. Um, ik wil gewoon dat als mensen op mijn platform komen, dat ze gelachen hebben. Ja. En bij ja. jou kun je zeker lachen. Maar er zit ook zeker een serieus ja. ondertoon aan met veel informatie. Ja, klopt. Um, en ik, bij mij is het allemaal een beetje luchtig. Misschien een beetje oppervlakkig. Mm -hmm. Daarom krijg ik ook vaak... Uh, een stempel. Dat ik nep ben. Of ja. dat mensen hebben een vooroordeel over hoe ik eruit zie. Omdat ik soms niet inhoudelijk genoeg ben. Omdat het allemaal een beetje komt is. Dat het allemaal is. luchtig is. Ja, en jij zegt echt bij alles wat je denkt, wat je vindt, wat je voelt. Dus bij jou kennen we de echte ja, C. En bij mij is het voornamelijk. ja, ja Maar daar kies je bewust voor. Daar, toch? Ik daar kies bewust, je bewust voor. voor. Ik wil dat ze bij mij komen lachen. Even... En al het zware kennen ze bij allemaal andere mensen en op het nieuws zitten bekijken en lopen zitten te weten. Even is lekker het gewoon luchtig. Lekker. Niet... Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, maar ze bewuste keuze. Daar toch? kies je En voor. daar. Ja. Ja. Ja, bij mij, uh, ik denk dat het bij jou dan ook is, daar voel jij je ook op dat Daar voel je je lekker bij om dat soort dingen te creëren en ja. dat soort dingen te verspreiden. Ja, want je zegt dan, er zit ook wel haat bij. Zie sí. je? Ja. Lijkt me een hele sterke, stoere jongen. Doet je dat wat? Nee, in het begin was het even wennen. Dan van huh, wat is dit nou? Omdat ik het, uh, ik, ja. Nu in deze tijd is het een stuk gevoeliger, natuurlijk. Dus je krijgt veel meer dan wat ik eerst deed. Die deed eerst ook alle dingen bespreken in comedy. Maar ja, dan ging het over uh, minder, ding, minder zwaar beladen dingen voor de maatschappij. Dus nee, het doet me eigenlijk. Uh, in het begin was het wennen. En nu heb ik zoiets van: nee, prima. Ik denk echte dreigementen, dan praat je niet. Dan ga je me geen berichtje sturen, dan doe je het gewoon. Wat deed het je in het begin dan? Ja, even wennen. Van, he, hoezo doen jullie dat? Waarom niet? zeggen mensen dat? Ja, waarom doe je nu ineens zo vervelend Waarom tegen mij? doe je gemeen? Ja, ik, ja. Doe toch, ik doe jou toch niks aan? Ik, ik vertel alleen wat. Ja. Als je er niet mee eens bent, ja, dat gaat door. Maar ja. je hoeft toch geen berichtje te sturen of zo naar te doen? Want ik doe ook niet naar tegen mensen. Nee. Ik doe alleen, ja, ja, ik belicht dingen op mijn manier. Dus in het begin wennen, ja. Maar nu, ja, nu is het prima. En ik ben niet bang aangelegd of zo. Ik ben oh. geen kleine jongen. Dus op dat gebied heb ik ook zoiets van, ja, prima, ik zie het wel. Wat voor soort berichten krijg je dan uh, ja Meestal gaat het over dit, wat, waar we het over hebben, dus corona en dat soort dingen. Maar gewoon, we zoeken je op en zorg niet dat je in Rotterdam komt. Of, nee. uh, ja, laat, ja, laat ik ook shows in Rotterdam. En dan zeiden ze van ja, we staan daar en daar en daar. Oh, en, uh, echt heel direct naar jou toe. Dus ja, gewoon... ja. Ja, oh. ja, ja. ja, ze volgen me ook echt. Er zijn gewoon echt mensen die mij intensief volgen, maar me niet leuk vinden. Dat vind ik echt fascinerend. Dat is apart. Hè? Ja, dat is echt fascinerend. Maar ja, van allerlei doodsbedreigingen, uh, uh, scheldpartijen op mijn huidskleur of op mijn uh, weet ik wat, wat je kan bedenken. En dat snap ik dat het je niks doet. Maar als iemand echt direct zegt: van ik kom naar je huis of uh, ja. ik zoek je op, want ik weet dat je daar en daar bent. Je kan me niet vertellen. Dat dat jou geen enkele seconde op het moment dat jij op die locatie aankwam, dat het je niks heeft gedaan. Nee, echt niet. Daar ja, was je dat, nee? dat durf ik echt gewoon oh, recht in je ogen te kijken. Dat, dat doet me echt helemaal niks. Omdat ik ben echt al wat gewend. En ik kom ook van een, een plaats waar dat eigenlijk heel normaal is. Ik heb heel wat dingen gezien in mijn leven. Dus je gaat mij niet. Uh, van mijn stuk brengen door een berichtje. De enige manier hoe je mij van mijn stuk kan brengen. als je daar werkelijk staat met een groep. Oké, okay, dan moet ik misschien even herpakken. maar niet als je me een berichtje stuurt. Nee, ik kan het echt prima relativeren. Ja, maar je hebt echt zieke mensen, hè? Ja, je weet niet wie erachter zit. Kijk, ja. het kan inderdaad dat 12-jarige jongetje zijn waar we het net over hadden. See. Maar dat kan.